Dag kijkers, welkom in ons laatste filmcafé van op het filmfestival in Oostende van de week. Morgen worden hier de Ensors uitgereikt. Prijzen waar intussen naar wordt uitgekeken, want het zijn zowat de Oscars voor de Vlaamse film. Veel nominaties uiteraard voor Cargo, de openingsfilm van het filmfestival vorig jaar. En ook voor Patser, maar er is ook de nominaties voor Zagros. En dat is de eerste langspeelfilm van Sahim Omar Khalifa. En die is hier bij mij vandaag. Welkom, Sahim. Dank je wel. Ja, iedereen kent Gilles Collier en iedereen kent Felix van Groeningen, maar wie ben jij voor wie jou niet zou kennen? Ik ben Sahim Omar Khalifa. Ik ben afkomstig uit Iraakse Koerdistan, maar ik heb hier in België, in Brussel, filmstudies gedaan. Mm-hmm. En ik heb ook later 4 kortfilms gemaakt. Die 4 kortfilms hebben heel veel prijzen gewonnen. Maar dat Messi, Land of the Heroes en Bad Hunter. Dus Bernard Messi en Bad Hunter waren ook geselecteerd voor de Oscars. Dus een van de 10 finalisten voor de Oscars. Ja. En ze hebben ook heel veel prijzen gewonnen. Dus de verantwoordelijkheid op mij was heel groot om een goede langspeelfilm te maken. Ja. Omdat alle verwachtingen waren heel hoog voor mij. Maar het lukt, want je valt waarschijnlijk weer in de prijzen. Je bent op zijn minst al genomineerd voor Zagros. Waarover gaat Zagros? Zagros, het gaat over een herder. Dat is de hoofdpersonage Zagros. Omdat zijn vrouw beschuldigd wordt overspel, komt zij naar België. Maar omdat zijn liefde voor zijn vrouw zo groot is, komt hij ook naar België. Hij weet dat Brussel voor hem een hel kan zijn. Hij kan niet hier zich integreren. Maar hij komt voor zijn vrouw en kind gelukkig te maken. Ja. Dus na een periode wordt hij iemand anders. Hij is niet gemaakt voor België. Ja. Dus in plaats van zijn vrouw te steunen en te helpen, werkt hij tegen haar. Ja, dus en zij is eigenlijk haar man kwijt. Ik stel voor dat we even naar een fragmentje kijken en dan even doorpraten. Het is een film over een heel actueel thema natuurlijk, over mensen die vluchten. En dat is iets wat jij zelf ook hebt gedaan. Vertel eens, je bent... Ik heb altijd film gemaakt die heel dicht bij mijn hart zijn, dicht bij mijn leven, maar ik maak nooit autobiografische films. Mm-hmm. Omdat ik wil afstand nemen, dat ik tegen mij kan zeggen, ik ga een film over iemand anders zien. Ja. En ook dat het publiek niet gaat denken, we gaan een film over Sam, over de regisseur zien. Maar dat is altijd 10% van mij aanwezig in de film. Ja. Ik heb zelf gevlucht, hè? Ja, ik ben ook gevlucht. Ja, ik ben ook illegale manier naar België moest komen, in de vrachtwagen. Dat was een heel moeilijke tocht. Maar als ik me vergelijk met Zagros, gelukkig ben ik hier helemaal anders. Ik ben hier geïntegreerd. Voor mij was in België een droomland. Ik heb mijn droom waargemaakt om film te gaan studeren. Ja. Ik heb heel veel succesvolle filmen gemaakt. Dus ik ben snel geïntegreerd. Ja. Dus ik vertrek altijd met een heel simpele idee dat ik zelf weet. Want het is altijd interessant als je een verhaal vertelt die je heel goed weet hoe je dat gaat vertellen. Ja. Het wordt meer genuanceerd en ook geloofwaardig voor de kijker. Ja. Dus niet enkel in Zagros, in andere film die ik gemaakt heb, was ook zo. Bijvoorbeeld in Bernard Messi was ook over een kind met één been die probeert voetbal te spelen. Profvoetballer wil worden, ja. Dat was gewoon voor mijn liefde voor voetbal en de passie en hoe dat voetbal mensen gelukkig maakt. Ja. Zagros is genomineerd in welke categorieën voor de Ensors? Dus, weet je het uit je hoofd? Best film, best scenario, best camerawerk, best production design, best actrice, nog eentje. En ook onze documentairefilm, Konrad in Molenbeek, dat is ook een grote verrassing voor mij. Ook, hè? Ja. Konrad in Molenbeek is ook genomineerd voor de beste documentairefilm. Dat was heel interessant om dat te horen. Eigenlijk, ik had dat nooit verwacht. Ja. Wil je winnen? Is dat belangrijk om een prijs te krijgen? Ik denk nominatie is sowieso een heel belangrijke
iets voor elke regisseur, omdat in Vlaanderen worden elk jaar zoveel sterke films gemaakt. Als je genomineerd bent, is sowieso een heel interessante prijs. Nominaties is genoeg. Ja. Maar om eerlijk te zijn, als je maar genomineerd wordt, dan ben je heel close, dan wil je ook winnen. Ja. Als je wint, dat is fantastisch, maar als je niet wint, is ook heel ook fantastisch. Ja. Ja, omdat er in het Vlaanderen... Het aandacht in je film. Ja, 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 ook aandacht. En ook, we moeten niet vergeten dat Vlaamse cinema in de laatste 20 jaar is super bekend geworden, heel goed geworden in de, op de internationale festivals. Ik bedoel, hier om aan te tonen dat je erkenning krijgt, is fantastisch, heel sterk. Ja, waarom zouden mensen naar Zagros moeten gaan kijken? Ik denk dat het een heel unieke film over unieke personage. En het gaat over iets dat je niet vaak in jouw leven meemaakt, dat je niet vaak ziet in jouw leven. Ja. Het is gewoon heel exotisch. Het verhaal achter. Het is ook heel actueel, het linken met de actuele toestand in de Midden-Oosten en in Kurdistan. En ook in Brussel. Bijvoorbeeld de Vlaamse Filmfond heeft een nieuwe strategie dat ze in de toekomst willen films steunen die veel link hebben met België of Vlaanderen. Ik vind dat ook heel terecht, omdat enkel maar 8 of 9 jaar wordt in Vlaanderen gemaakt door de Vlaams Filmfond. Maar voor hen is Zagros gewoon het beste voorbeeld om aan te tonen dat de link tussen Kurdistan of Midden-Oosten en België, omdat Zagros 80% wordt hier in Brussel gedraaid. Ja. En we hebben met ook Vlaamse acteurs ook gewerkt. En, Je bent er blij mee. Oké, ik wens je heel veel succes op de Endsors morgen. Duimen dat er minstens toch 1 categorie prijs is voor Zagros en of jouw documentaire. Dankjewel, Saïm Omar Khalifa, om tot hier te komen. En dat was er meteen ook het laatste filmcafé, dames en heren, van op het filmfestival in Oostende. De uittrekking van de Endsors zijn hier dus morgenavond. Die kan je live volgen via de streaming op de website van het filmfestival. Maar er spelen uiteraard ook morgen en zondag nog een pak films waar je nog op het allerlaatste moment, als je dat zou willen, naar kunt gaan kijken. Ik geef u de laatste tip voor dit filmfestival graag mee. En dat is de film Peppermint. Met onder meer Jennifer Garner, die een hoofdrol speelt. Een prachtige actiefilm. Eentje om u tegen te zeggen. Fijn dat u de hele week heeft gekeken. En wat ons betreft heel graag tot volgend jaar. Who's my girl? My girl has love in her heart. And snow in her eyes. And peppermint in her blood. Happy birthday, kiddo. I'm very sorry for your loss. We have 3 suspects in custody, but they're all linked to the Garcia cartel. No witnesses have been willing to step up. These cartels are no joke. They've got everyone in their pockets. You've been through a terrible tragedy. Maybe you didn't see what you think you saw. That's him. Maybe you've made a mistake. Number 3, number 5, number 4. They did it! Is it possible that your recollection isn't what you thought it was? The evidence is insufficient to hold the defendants over for trial. You think that you're gonna have justice? Make them all pay. 5 years ago, Riley North just disappeared. Completely off the grid. So she spends the last 5 years doing what? Training. Well, that's new. You honestly think Riley North did this? Today's the 5-year anniversary of her family's murder. She's back.